Beste mogelijke kleu student of studenten. En ik moet de klemtoon leggen op mogelijke, want u heeft nog heel wat keuzes te maken, natuurlijk. Uh, de keuze over waar studeren. En dat is niet alleen een keuze voor een universiteit. Dat kan ook binnen onze universiteit een keuze zijn voor een van de veertien campussen die we hebben in tien verschillende steden. U moet kiezen voor een bepaalde opleiding, voor een faculteit. Uh, eigenlijk moet u kiezen op dit moment voor uw toekomst, uw roeping op de langere termijn. U weet het, u voelt het. Uh, Cafés en restaurants zijn gesloten, de meeste festivals zijn geschrapt, uh, concerten gaan niet door. Uh, Sport lukt nog nauwelijks, supporteren al helemaal niet meer. Dat heeft allemaal heel veel nadelen. Het heeft één voordeel: u kan even de tijd nemen om online, virtueel, te bekijken wat u wil gaan studeren. Inderdaad, virtueel, want ook de KU Leuven heeft zijn deuren moeten sluiten. Dat is zo, helaas. Maar goed, we hebben een goed alternatief, denk ik, de online infodag, waar ik u van harte op uitnodig. U kan op die infodag uh, heel wat, uh, u kan in onze programma's duiken, kijken naar onze campussen, faculteiten vergelijken. Volg zeker de presentaties over onze opleidingen. U zal daar merken dat virologie niet de enige interessante opleiding is. U kan video's bekijken over het studentenleven, over het leven op onze campus, hoe het eruit ziet in onze faculteiten. Chat alsjeblieft ook eens met onze professoren, onze experten, de studiebegeleiders, studenten ook. En hebt u echt delicate, complexe vragen over, bijvoorbeeld een kothuren, al wat met huisvesting te maken heeft of met financiering van de studies, dan kan u natuurlijk ook terecht bij onze KU Leuven experten. Ik gaf het al aan, elk voordeel heeft zijn nadeel, elk nadeel heeft zijn voordeel. Een voordeel van een online infodag is dat die niet wegloopt, niet eindigt na één dag. Ik verwelkom u hier vandaag, maar ik kan u eigenlijk vele dagen aan elkaar verwelkomen op diezelfde webstack. U kan daar um, vanuit uw keuken, vanuit uw uh, slaapkamer, uw tuin, waar u het ook belieft, altijd op een veilige plaats. U weet het, fysieke afstand is belangrijk. U kan daar de tijd nemen om in alle deelfacetten van ons rijke aanbod wat dieper te graven. In uh, 1985 schreef uh, Gabriel Garcia Marquez... Liefde in tijden van cholera. Vandaag gaat het veel meer over studeren in tijden van corona. Of misschien eerder kiezen in tijden van corona. Ik wens u heel veel succes met die keuze, met die belangrijke keuze. En ik wens u vooral in deze wat donkere dagen alle goeds. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar.